zien jullie ook Vieira staan? Met Tim West, kijk mijn team bro, 18 miljoen waard. Ik wil even voor de kijkers ook, kom met een gek team. Wie of wie heeft een gek team? Let me know. Zoals jullie konden zien was ik live op YouTube, live teams aan het reviewen van kijkers. Normaal gesproken neem ik een video op, eens in de weet ik veel wat. Maar, het is niet dat ik geen video meer zal opnemen. Maar, het is ook leuk om het iedere livestream te doen. Ik kies gewoon een moment waarin ik dat doe. En als jij nou denkt, yo, ik wil ook een keer aan de beurt komen. Zorg dat je bij mijn livestreams bent. Zorg dat je me volgt op Instagram, Ariston Doenoe. Stuur een mooie DM, een mooie foto van jouw team via de Companion app alsjeblieft. Dan kunnen we het met z'n allen goed zien. En het voordeel aan het reviewen op stream is dat er meer mensen aan de beurt kunnen komen dan de 5, 6, 7 in een video. Dus vandaar. Dat wil ik even met jullie delen. In deze video laat ik jullie zien welke mid-icon pack speler ik pack uiteindelijk. Ik laat jullie ook zien wie er uit mijn 84 plus pack komt. Ook die heb ik gedaan. Wauw. Voor de mensen die nieuw zijn, abonneer eventjes. Zet dat belletje aan. Zou ik waarderen. Nou, abonneren alleen als je het leuk vindt, hè. Maar, trouwens, nee. We blijven veel te lang op de 100k hangen. We willen naar de 101k subs. Abonneer eventjes. Help me naar de 101k abonnees. Ik ga ook even laten zien wat ik met mijn team wil doen. Ja, want in de volgende video, morgen, laat ik jullie zien welke spelers ik ga halen. En ja, dit zal niet standaard zijn. Beloofd. Geniet van de video. Akkoord, go. Oké, deze is nep. Nou, 84 plus. Het zou geweldig moeten zijn. Bro! Bro! Hallo? Hé, hoeveel kost deze man? Dit is wel een win hoor. Hallo. Wacht even man. Hé, iemand zei tegen mij. Zo, dit is een. Ik las net een comment. Dit is een neppe pack. Wacht, laat me even kijken dan. 138k. Easy. Easy. 84 plus. Easy. Zo, dit is lekker. Nice. Wow, wow, besef. Besef eventjes. Vanuit de kijkers was het ook zo dat in de chat zag ik een comment voorbij komen. Nou, die 84 plus is overrated. Het is cap. En dan komt meteen Hakimi eruit. En weet je, we gaan niet doen alsof het een speler van 800k is. Maar het is wel een inform, een kaart die ik sowieso in mijn team had staan. De normale kaart, de gouden kaart. Dus hij is gewoon welkom, al helemaal omdat iedereen eigenlijk... Nou, ik begon dus met Kimpembe, maar Marquinhos is misschien wel de beste centerback van de game. Maar op zijn minst één van de beste. En die linkt natuurlijk strong met Hakimi. Dus dit is welkom. Was tof, een mooi begin van de stream. Maar dan nu, de mid-icon pack. We gaan die pack openen en... Sorry bro, geef me Arnijn, geef me Arnijn, geef me Arnijn, geef me Arnijn, geef me Arnijn. Hoe gaan we hem openen? Laat me weten. Gewoon kijken? Ik lees gewoon kijken. Flix zegt gewoon kijken. Stats, normaal. Oké, dan gaan we gewoon normaal. We kijken jongens. Mid-icon pack, daar gaan we. Ik heb geklikt. Nederlandse vraag. Spits. Oh my. Tot morgen. Nee, maar later. Bro. Ik ben het wel, ja. Niet die Nederlandse vlag, man. Niet als je, weet je wat het probleem is? Ja, als je een Nederlandse vlag ziet, dan denk ik gewoon aan Gullit en Cruijff, man. Terwijl je eigenlijk ook nog eens aan Seedorf kunt denken. Je kunt Rijkaard ook, maar Van Persie toch, ja. Op zich, ja, zijn shooting is wel goed. zijn babykaart is beter. Klopt. Kleine win. Ja, ik vind het wel een rit, man. Ik had er wel meer van verwacht. Ik ben gewoon heel eerlijk. Thomas. Ik weet niet of hij mij nog hoort. Ik hoop dat... Ja, ik hoor je nog. Dit is... Haji. Haji. Het is niet slechts, maar niet de beste. Nee, precies dat. Precies dat. Ik weet niet, man. Een beetje gelijkwaardig aan Van Persie, denk ik eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Knallertje op het einde, ja, dat iets meer. Ik had wel iets meer van een knaller verwacht eigenlijk.
Wel een win vanuit de chat van Dylan. Oké, okay, ik ben wel benieuwd of het team heb je staan dan. Ik kan in Leipzig spelen staan. Oh, dat is verkeerd. Kijk. Twee drukt. Deze moet het zijn. Ja, dat is een... Team! Dream Team! Hey, Alessandrine, hoe is hij? Neymar, hij is nice. Goed, vind ik. Vind hem beter dan Ronaldo. Oké, okay. En die Delaney? Ja, vind ik heel goed, heel goed. Heel goed. Beter dan Theo Hernandez, denk je? Ik denk van wel. Okay. En die Neymar, ja. Heb je die gepakt? Ja, die heb ik een tradable gepakt. Zo, wat een kaart. Wauw. Ja. Wauw. Als je racisten gaat slaan, is het dierenmishandeling. Ga stuk. Thomas, ik wil je bedanken, man. Thanks voor het openen. Ja, ik had oprecht gewild of iemand anders voor je willen packen. Maar dat is hem helaas niet geworden. Ja. Cool, man. Ik spreek je later. Ik wens je een fijne dag. Ja. Deuces. Nou, Team of the Week. Hartstikke leuk. We gaan Weekend League spelen. Misschien packen we Kanté. 92 rated. Altijd welkom. Kunnen we wat coins ophalen. Iago Aspas speelde goed in de La Liga. Dat zag ik heel toevallig. Verder is Smaijo, Piqué, Moata Traag, Correa, Sanchez, Davinson Sanchez. Kennen jullie die nog? Wauw. Anyway, ik laat jullie even zien. Wat wil ik gaan doen? Kijk, jongens. Kijk. Tsjech, Kimpembe, Mutlusu. Allebei moeten ze weg. Hakimi hebben we natuurlijk gepakt. 84 plus pack. Stabiel. Dank jullie wel voor die tip. Anders had ik die niet gedaan. Leuk. Hebben we hem. In vormpje. Goede stats. Je kent het wel. Varaan gaat weg. Mandi gaat weg. Dat ik nu nog met Mandi speel. Ja, ik had eigenlijk dus die Cornet. Dat was een special card. Rulebreaker kaart. Was leuk. Maar we gaan iets veel beters doen. Er komen wat kleurtjes. Het zal geen standaard team zijn. Er wordt aangebeld. Dat is mijn familie. Ik ga even open doen. Mbappé blijft wel staan. Maar dan gaat één van deze vier aanvallers gaat wel weg. En dat is wel tof. Spannend. Kijk daar naar uit. Ik hou jullie op de hoogte. We gaan de video lekker afsluiten. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken. Ik ga jullie dus laten zien wat ik ga doen met mijn team. Kijk vooral uit naar de volgende video. De mid-icon pack was natuurlijk... Nee. Zoals ik al zei, twee mensen heb ik nog nodig met mid-icon packs voor een gloednieuwe video. En ja, we gaan gruwelijke dingen packen. Maar kijk daarna uit. Dat belooft vuurwerk. Zelfs na oud en nieuw. Wauw. Hé, hey, ik moet de studio ingaan, man. Punchlines. Oh, punchlines voor days. Snap je? Vuurwerk, het belooft vuurwerk. Door een oud en nieuw. Vuurwerk is verboden. Je snapt wat ik bedoel. Geintjes. Ik ben gewoon... Ik hou van lachen, man. 24-7. Altijd positief. Mensen, ik hou het voor gezien. Dankjewel voor het kijken. Abonneren mag natuurlijk als je meer van dit soort content wilt zien. Hakimi zijn we natuurlijk blij mee. Dus ja, als je hem vaker voorbij wil zien komen. Abonneer dan even. Help me naar de 101k abonnees, want we blijven veel te lang hangen. Zet dat belletje aan, zodat je niets mist. Volg me op Instagram sowieso voor teams review van kijkers. Tijdens de livestream doen we dat. Uitleg was natuurlijk aan het begin. En dan hou ik het hierbij. Dankjewel nogmaals. Hou je rustig. Take it easy. Tot de volgende video. Ciao, ciao.